Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hollandse 10. Op nummer 10 ga je kijken naar de Dordtse zangeres Catharina Hultes met haar nieuwe single Wat doe jij? Je keek naar Catharina Hultes. Op nummer 9 ga je nu kijken naar Hugo Franks met Ouwe Grapper. En je ziet bekende beelden, want de clip is opgenomen in Rotterdam. Zullen wij eens samen stappen deze nacht? Vergeet je zorgen voor één moment. Dan neem ik je wel op sleeptouw, malle vent. We gedroegen ons als pubers, gingen steeds van kroeg tot kroeg. En de nacht was veel te kort, want we kregen nooit genoeg. Maar bij de ochtend dacht ik, het is voorbij. Maar ze fluisterde heel zacht, kom blijf bij mij. Wat onwennig ben ik gebleven.
Maar ik zag plotseling de zon weer in mijn leven. Zijn pracht weer vreugde in mijn bestaan. En dankzij haar kan ik het leven nu weer aan. Was ik terecht gekomen als zij er niet was geweest? Maar daar moet ik niet aan denken, het leven met haar is een feest. Weer verliefd zijn, dat klinkt een beetje raar. Maar we hebben het toch prima met elkaar. Oude gammen, zei ze zacht. Zullen wij eens samen stappen deze nacht? En ik glimlach, heel gemeen. En ik zeg, ik heb geen zin, ga maar alleen. Dit was Hugo Franks. Dan gaan we nu door naar nummer 7. En dat is de nieuwe single van Sieneke. En die heet Bekijk het maar. Geen reden van waarom. Maar dan word je gebeld en je verandert. Ik weet niet wie het is, maar jij gaat weg. Ik weet dan niet waarheen. Jij laat mij weer alleen, zonder dat je mij de waarheid zegt. Nou, jij bekijkt het maar, want jij klaar. Maar of ik jou nu ga geloven.
Je zag Sieneke en nu gaan we kijken naar nummer 5 en dat is Kimberly. En die heeft ook een leuke nieuwe single. Ga mee op avontuur. Hallo, heb jij van mij heel even? Wil jij eens wat beleven? Kom dan eens dichterbij, bij, bij. Wil je eventjes wat vragen? Het kost je wel wat dagen, maar ga je mee met mij? Jij nog niet beslissen, dit mag je echt niet missen. Ik vraag het heus geen tweede maal. Slechts soms één keer in je leven wordt je een kans gegeven in duidelijke taal. Ga mee. Maak met mij je dromen waar. Kom, verleg nu eens je grenzen. Wat valt er nog te wensen? De keuze is niet zwaar. Ja, wie gaat er met mij mee dan? Ik maak er een tournee van. We gaan daarbij door berg en dal. En we volgen onze dromen. En waar we dan nog komen, er goot ons feestgeschal. Ga mee. Deze maand hebben we Rita Jong te gast in de aflevering van de Hollandse 10. Rita Jong, welkom en leuk dat je er wil zijn. Ja, ik vind het altijd leuk om even bij jou te zijn. Ja. Rita Jong is natuurlijk een artiest die al heel wat jaren bezig is. Hoe lang inmiddels al? 58 jaar. 58 jaar. Ja, en dat ja, zijn natuurlijk, ja. Heb je de kneepjes van het vak, heb je natuurlijk van in en uit heb je dat meegekregen. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen, ik ben al 58 jaar bezig omdat je gewoon wat moeilijk leert. Ja, op zo, oké. Ja, op zo'n manier. Ja. Maar in al die 58 jaar heb je natuurlijk mooie dingen heb je gedaan. Hoe is het bij jou begonnen? Ja, als vierjarige. Eigenlijk, wij woonden bij een weeshuis. Daar zaten dus echt nog weeskinderen. Ik ben in de oorlog geboren, dus zo gek is dat niet. En dan liep ik bij mijn ouders op de veranda, noemden we dat. En tegenwoordig is het een balkon, maar... Dat was de veranda en daar liep ik altijd te zingen. En dat Titanic gedoe, weet je wel. Ik had het helemaal in me. Ik had daar natuurlijk nog helemaal niks van gezien. Maar dat was eigenlijk wat ik deed. En de directeur van het weeshuis, die zag mij dat doen. En die is naar mijn ouders toe gegaan. En die vroeg of ik voor de kindertjes van het weeshuis op wilde treden. Toen was ik dus 4 jaar. Ja. En als beloning mochten mijn ouders en mijn broers en ik mochten dus mee eten met de directie aan tafel. Dus nou ja, dat was wel heel mooi natuurlijk, zeker als je zelf niks hebt. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En op 17-jarige leeftijd ben ik dus echt
volledig gestart. De bühne op en er nooit meer vanaf. En er nooit meer vanaf. Nee. Ja, want ja, je bent altijd bezig en er bezig bij. Ook heel veel Nederlandstalige dingen gedaan, maar ook soms een uitstapje naar het Engelstalige. Hè? Ja, nou het gekke is dat ik ben begonnen eigenlijk met Engelstalig. En dat was vooral ja, Albert West en zo, dat soort dingen, weet je, wat ik mooi vond. En ik hield ook van rock and roll. Dus dat deed ik allemaal. En toen ben ik een zangduo gaan vormen. Dat waren de Vlaringa Girls. En wij deden dus bijvoorbeeld Daar Was Laatste Meisje Los. En daar maakte ik dan een rocktempo van met de gitaren. Want toen had je nog die karaoke toestanden allemaal niet. Dus je moest het allemaal zelf doen. En ja, toen hebben we de Grote Prijs van Nederland gewonnen. En toen stonden we dus in de Gert en Hermien Show met Anneke Grundo en Siska Peters en al die anderen. En dat was natuurlijk een prachtige ervaring. Zeker als je tegen die mensen opkijkt en je daar ineens tussen staat. Rob de Nijs, alles was er. Dus ja, dat was echt heel erg mooi. Dat is een hele mooie periode. En daarna ben ik eigenlijk in dansorkesten gaan zingen. En dan moet je dus allround zijn. Dan moet je echt alles doen. En dat deed ik ook. Ja. Spaans ook. Vloeibaar Spaans doe ik. Ja. Dat is anders dan vloeiend, hè? Verliefd.
Maar waar we je voor uitgenodigd hebben, is natuurlijk de nieuwe single. Ja. En die heet Liefde voor Eeuwig. Ja, ik ben er ook heel trots op. Ook op het hoesje, want zoals je ziet, er zit een strip op de hoes. En daar staan dus, er staat Lee Towers met mij op en Frans Bauer. Het zijn allemaal foto's uit mijn hele carrière een beetje. Ja. Ja, en je noemt de naam Frans Bauer natuurlijk al, maar die heeft het voor jou geschreven. Ja, het mooie is, Frans Bauer is bij mij begonnen toen hij 15 jaar was. Ik dacht altijd dat hij 17 was, maar hij zegt zelf dat hij toen 15 was. En het mooie van het verhaal is dat hij ook zei van het eerste envelopje met inhoud wat ik kreeg, dat was van mij. Dus dat is wel een leuk gegeven. Altijd bijgebleven. Ja. En het contact is altijd goed gebleven. Hij is ook al een paar keer bij mij in de studio geweest. Maar ik heb hem dus gevraagd, omdat ik 75 werd, zou jij een nummer voor mij willen schrijven? Omdat ik gewoon dat toch ook wel eens een keer leuk vind. En toen zegt hij, nou, dat ga ik voor je doen. En die hoef je niet te betalen, want dat doe ik voor je verjaardag. Nou, dat is hartstikke leuk. En dan krijg je natuurlijk de muziek erbij. Dat deed Laurens van Wessel. En toen zei hij, maar je moet het wel bij Laurens op gaan nemen. En daar zit natuurlijk wel een behoorlijk prijskaartje aan. Maar de vader van Jean-Paul Chacon, dat is een zanger, ik weet niet of je die kent. Die zijn vader, die heeft hem direct gesponsord. Oh, dus dat is gelijk geregeld. Ja, ja. Ja. En daar zit ook een leuk videoclip bij. En waar heb je die ontzettend op gezien? Ontzettend leuk. Ja. Ja, het mooie was dat ik kreeg trouwens van Frans Bauer kreeg ik een oefenbandje. En die had hij ingezongen. Op mijn toonsoort. Nou, dat wil je niet horen. Nee, dat klonk... Ik liet het aan mijn kleindochter horen en die zei, nou, ik heb hem wel eens beter horen zingen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Maar het was wel leuk dat hij dat zo gedaan heeft. En bij Laurens van Wessel inzingen. Maar toen werd het natuurlijk, ja, er moet een clip bij komen. En het is puur rock and roll, dat nummer. En toen dacht ik van, toen zei de videograaf Ron Smit. Ik zeg, wat moet ik doen? Hij zegt, nou, zoek maar een rock'n'roll paard. Dat is wel leuk, dus dat heb ik gedaan. En toen zegt hij, ja, de locatie zou ook wel leuk zijn als dat een beetje in die sfeer was. Dus ik ben naar het Rock Art Museum in Hoek van Holland gegaan. Dat is echt een aanrader, want Michael Jackson, alles staat er, de Golden Earring en al die oude instrumenten, ook mengtafels, alles staat er. Het is echt, want die videograaf die kwam daar binnen. En die was gelijk zoet, want die gaat het hele pand dan doorlopen. Het is echt heel mooi. Kijk achterom, de jaren vlogen snel voorbij. Een lach, een traan, we bleven samen zij aan zij. Met jou is elke dag een dag vol zonneschijn. Jij zorgt ervoor dat elke traan verdwijnt. Wij tweeën hand in hand, liefde voor eeuwen. Wij leven onze droom sinds die ene dag. Jij bent mijn steun en toeverlaat, ook als het regent. Jouw lieve lach laat mijn hart sneller slaan. Ik kan geen dag, nee, ik kan echt niet zonder jou. Jouw lieve lach, oh, ik blijf je eeuwig trouw. Met jou is elke dag een dag vol zonneschijn. Met jou is heel het leven toch zo fijn. Wij tweeën hand in hand, liefde voor eeuwen. Wij leven onze droom sinds die ene dag. Jij bent mijn steun en toeverlaat, ook als het regent. Jouw lieve lach laat mijn hart sneller slaan. Thank you.
Catharina Hultus. Wat doe jij? 9. Hugo Franks, ouwe gabber. 8. Niels Bode, kijk je naar mij? 7. Jordi Carrero, hey meisje, hey. 6. Hessel en Ineke, als ik je zie. 5. Kimberly Henneman, ga mee op avontuur. 4. Nicky Baren, buonasera, o Marie. 3. Rita Jong, liefde voor eeuwig. 2. Rox van Driel, visite. Je keek net naar onze gast Rita Jong. Nu door naar de gast die de vorige keer bij ons was. Zanger Vincent. En hij staat nu deze maand op nummer 1 met Liefde. Liefde, ik heb het over liefde. Ik heb het over alle soorten in het positieve. Ja, dat is liefde. Ah. De een die zoekt het hier, de ander zoekt het daar. En als je dat nog niet kan vinden, zoeken wij het lekker bij elkaar. Ah. Liefde, ik heb het over liefde. Ik heb het over jou en mij. En iedereen die zoekt naar het geluk. Als we hier en daar elkaar wat gunnen met een mooi gebaar. Dat moet toch kunnen, want we zijn hier maar even en we moeten lief zijn voor elkaar. Liefde, ik heb het over liefde. Ik heb het over alle soorten in het positieve. Ja, dat is liefde. Ah. De een die zoekt het hier, de ander zoekt het daar. En als je dat nog niet kan vinden, zoeken wij het lekker bij elkaar. Ah. Liefde, ik heb het over liefde. Ik heb het over jou en mij. En iedereen die zoekt naar het geluk. Als we hier en daar elkaar wat gunnen met een mooi gebaar. Dat moet toch kunnen, want we zijn hier maar even en we moeten lief zijn voor elkaar. Alles overwinnen. Het is een super fijn gevoel van binnen. Voor jou en mij. Liefde, ik heb het over liefde. Ik heb het over alle soorten in het positieve. Ja, dat is liefde. Aha. De een die zoekt het hier, de ander zoekt het daar. En als je dan nog niet kan vinden, zoeken wij het lekker bij elkaar. Aha. Liefde, ik heb het over liefde. Ik heb het over jou en mij. En iedereen die zoekt naar het geluk. Als we hier en daar elkaar wat gunnen met een mooi gebaar. Dat moet toch kunnen, want we zijn hier maar even en we moeten lief zijn voor elkaar. Want we zijn hier maar even en we moeten lief zijn voor elkaar. Liefde, ik heb het over liefde. Liefde, ik heb het over liefde. Liefde, ik heb het over liefde. Bedankt weer voor het kijken en natuurlijk tot de volgende keer.